aflevering van Waar is het beestje? Op afstand uiteraard. We zijn vandaag in de Schinveldse bossen. En we hebben al van alles gezien en we hopen jullie ook mee te nemen in een mooie avontuur hier in het bos. Ja, de bedoeling was dat we op zoek gingen naar de appelvink en daar zijn we nog steeds hard naar aan het zoeken. Maar we hebben al heel veel andere soorten gezien. Dus diverse soorten vechten en een hele mooie vogel. Welke was dat, Roxanne? We hebben een steenuil gespot. We hebben er helaas geen beelden van kunnen maken. Want als een steenuil je ziet, vliegt die zo spontaan weer weg. Dus dat was natuurlijk voor jullie heel erg jammer. We hebben hem een paar keren over het veld zien vliegen. En alle kleine vogeltjes hier in de bomen, die waren hem aan het opjagen. Dus hij wilde niet heel graag daar blijven zitten natuurlijk. Je moet ons maar op ons woord geloven, want we hebben hem echt niet kunnen vastleggen. De rest hopen we nog wel op camera te kunnen vastleggen, met jullie te kunnen delen. Dus kom op, wij nemen jullie mee de Schinveldse bossen in. We waren dus heel goed aan het zoeken naar al die vogels, door alle bosjes en zo. En toen kwam er wat op ons pad. Dat is de prachtige grote koeien die je misschien wel achter ons kunt zien staan. En die kunnen heel gevaarlijk zijn, zeker met een kalf erbij. En nu natuurlijk in de coronatijd moet je een beetje afstand houden. Roxanne weet hoeveel dat ongeveer is. Ja, Arjen en ik proberen nu 1,5 meter afstand te houden. Dat is ongeveer de lengte van de ooievaar als die in mooie zweefvlucht is. Maar met die koeien, daar moet je eigenlijk altijd 25 meter afstand houden. Op die manier voelen zij zich veilig en blijf je zelf ook veilig. Want die Schotse hooglanders die zien er heel schattig en leuk en knuffelbaar uit. En vooral zo'n kalfje. Maar probeer alsjeblieft niet bij je dieren in de buurt te komen of ze te voeren. En hou altijd je hond aan de lijn. Zo kun je genieten van de natuur. En vooral op hun eigen natuurlijke manier kunnen ze lekker grazen en hun ding doen. En kan jij ervan genieten. Maar zoals je kunt zien zijn die Schotse hooglanders nu ook een beetje bedreigd. Ze worden weer een beetje aangevallen. Hun oren staan gespitst naar ons toe. En eigenlijk kijkt heel de kudde deze kant op. Dus ik ga me weer omdraaien en een stukje verder lopen. Ik weet niet wat de Rockies doet, maar ik ga met je mee. Zoals je hebt kunnen zien hebben we hele toffe soorten gevonden vandaag, maar we gaan op zoek naar nog meer soorten. We hopen dat we nog een grauwe klauwier tegenkomen. Er wordt gezegd dat die hier in het gebied zitten. Het zou echt fantastisch zijn als we die kunnen vinden. Daarnaast zit er ook de roodborsttapuit die we misschien ook wel gaan spotten. Dus wie weet dat we nog tegenkomen in de volgende aflevering van deel 2, de Schinveldse bossen in Limburg.